Mijn allerliefste Cor. Tot mijn allergrootste blijdschap vond ik toen ik thuis kwam uit Friesland, waar ik toen zat, het bericht dat je nog leefde. Maria Vrolijk is in 1945 de verloofde van Cor Bosch. Zij stuurt dan via Nijmegen Post naar Kamp Saint Bostel in Duitsland. Willemin Wille 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 in 14 in Nijmegen. We stemmen voor Cornelis Bos. Kamp Sandbostel, Bremer, voor de. Ik weet alleen dat we 29 april bevrijd zijn, natuurlijk, dat is bekend. Maar wij zijn toen op transport gesteld. En we zijn overal terechtgekomen. De post komt uiteindelijk dus nooit aan bij Cor. en belandt uiteindelijk in het archief. Na de oorlog komen de brieven niet meer te sprake bij Cor en Maria. Maar ze heeft er nooit over gesproken. Heel typisch. Ze was niet zo'n schrijfster. En. dat uh, was zelden dat je een brief van haar of een kaart of wat ook kreeg. Dus ik sta hier gewoon voor te kijken allemaal, hè? Inmiddels is Maria overleden en dat maakt de nu teruggevonden brieven dubbel dierbaar. Het, het is emotioneel zo niet te beschrijven dat je zoiets nog aan handen krijgt. Ook de toon. En, want ik snap, mijn vrouw was helemaal niet schrijven. En ze was ook niet zo enthousiast om met, met ik hou van je en ik wil de liefste. Dat had ze nooit gezegd. Onze bevrijders hebben goed werk gedaan. Dat zullen ze zelf ook al begrijpen. Groeten en heel veel, pleasure, heel veel liefde van ja, Jurie.